Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus. In hoc sacroie junio fossas quadragenario. In de evangelielezing van vandaag haalt Jezus twee voorbeelden aan waar we eens goed naar moeten kijken en waar we een voorbeeld aan moeten nemen. De koningin van het zuiden, de koningin van Sheba, en aan de andere kant de onheilsprofeet Jona. De koningin van Sheba, oftewel de koningin van het zuiden, die komt naar koning Salomo om naar zijn wijsheid te luisteren. Ze is niet Joods, dat wil zeggen ze hoort niet bij het uitverkoren volk, maar zij waardeert wel de wijsheid die de koning van Israël uitstraalt. En ze onderneemt er zelfs een grote reis voor. Zij die in haar land koningin is, de top van alle autoriteiten, zij vernedert zich om naar die wijsheid te komen luisteren. Dat betekent dat wij ook heel erg oplettend moeten zijn voor de wijsheid die anderen zoeken en die Christus ons geeft. We kunnen natuurlijk waardering hebben voor andere godsdiensten, dat moet ook, die moeten we respecteren. Maar vooral moeten we waardering hebben voor de dorst naar waarheid, waar die andere godsdiensten en die godsdienstigheid van heidenen uit is voortgekomen. Het gaat er niet zozeer om Taoïsme of islam of hindoeïsme te beoordelen. Zo van, dat is waar, dat is niet waar, dat is goed, dat is niet goed. Dat kan allemaal, maar het is toch een vrij wetenschappelijk werk. Wat we in ieder geval moeten waarderen en waar we ook een antwoord op moeten geven, dat zijn de vragen die ingebed zijn in die levensbeschouwingen die Christus nog niet hebben ontvangen. We moeten de dorst die er in het zoeken naar waarheid en het zoeken naar wijsheid, die dorst waarvan die niet-christelijke godsdiensten en levensbeschouwingen getuigen, die dorst moeten we waarderen. Daarin moeten we een teken van God zien en die moeten we vanuit het woord van God dat ons gegeven is proberen een antwoord te formuleren, een antwoord te geven op die vragen. Wat Jona betreft, de mislukte onheilsprofeet, althans zo ziet hij zichzelf, want hij had onheil voorspeld en dat gebeurt niet. Heel vervelend voor hem. Hele carrière als onheilsprofeet mislukt. Maar God moet hem erop wijzen wat het doel van zijn profetie was. Het doel was niet dat die stad vernietigd zou worden, maar dat ze zich zou bekeren. Dus misschien voor Jona klopt het niet helemaal. Het gaat niet helemaal volgens plan, althans volgens zijn plan. Maar het gaat wel volgens Gods plan en het gaat vooral volgens Gods wijsheid. Jona moet niet het resultaat beoordelen vanuit zichzelf. Hij staat ten dienste van God, hij is een instrument van God en God weet wat hij wil. God wil die bekering. Het dreigen met onheil is geen voorspelling, het is een waarschuwing. Het is geen belofte, het is een waarschuwing. En zo komen we iedere keer weer in onze wereld, in wat er om ons heen gebeurt, veraf, dichtbij, komen we eigenlijk boodschappen van God tegen. Als jullie dit zien gebeuren, denk dat het jullie ook kan overkomen. Per esta beata Trinitas, consere simplex unitas, ut fructuosa sintus.